Dan even wat anders. Voetballers, als ze over de 30 zijn, die gaan dan een beetje nadenken van wat moet er gebeuren als ik niet meer voetbal. Er zijn een aantal die daar niet over nadenken. Maar jij wel, jij hebt nieuws voor ons. Ja, ik binnenkort begin ik met een intersport in Nijverdal. Dus daar ben ik al een tijd mee bezig. En is leuk, is spannend en is weer een andere stap naast het voetbal die je kunt maken. En ja, daar heb ik ook zin in. Heb je een beetje een opleiding in de commerciële richting, in winkels of iets dergelijks? Nee, ik heb bedrijfsadministratie gedaan, dus wel het economische vlak heb ik wel gedaan. Maar ik heb nog een hbo-opleiding, topsport management en ondernemerschap gedaan via de VVCS. Maar ik moet eerlijk zeggen, alleen het eerste jaar. Dus het heeft me altijd heel erg geïnteresseerd. En ik heb altijd gezegd, ik zou iets voor mezelf willen beginnen. En nu kwam die kans. En vandaar dat ik die kans nu probeer met beide handen aan te grijpen. Je gaat dus deze maand, of in augustus zeg ik, ga je openen. Leidt dat niet af van het voetballen? Nee, ik denk als je nou een opleiding doet of iets anders, of een hobby naast het voetbal. En dit is voor mij ook, ook een uit de hand gelopen hobby misschien. Maar ik vind het in ieder geval heel mooi om te doen. En dat betekent niet dat ik minder met de kop bij de voetbal ben of zo. Dus dat heeft daar geen rol. Dat speelt daar geen rol. Succes erbij. Ja, dankjewel.